volwassen, overzichtelijk en toch warm. De jury had een moeilijke keuze, maar na rijp beraad, Boukjes, verleent de jury de titel Beste Nieuws- en Opinieblog aan NRC Next. Gefeliciteerd en gefeliciteerd. Dames en heren, NRC Next staat hier. Applaus! We staan hier met de winnaar van de Beste Nieuws-Opinieblog. We staan hier met Ernst Jan Veld van NRC Next. Ernst Jan, je bent een bekende in social media en je hebt een Next-web verleden. Was dat bepalend, denk je, voor het winnen van een disbloggie? Ik heb mijn baan eraan te danken, waardoor ik bij NRC Next aan de slag kon. Dat heeft inderdaad meegeholpen. Maar deze award hebben we gewoon te danken aan het feit dat 20 journalisten zich hebben ingezet voor een online initiatief. En daardoor hebben we gewonnen, denk ik. Je was net heel dankbaar richting bijvoorbeeld de Speld, zeg maar. Je zet je niet af, maar blijkbaar ben je bezig met het netwerk van nieuws brengen online. Is dat misschien ook jouw geheim, dat je echt social bent? Nou ja, er worden zoveel goede dingen gemaakt en het is gewoon fijn om dat te gidsen en dat doen wij. Dus we gidsen naar de Speld als ze een mooie bericht hebben, maar ook naar Elsevier van de Volkskrant. En ik denk dat mensen dat waarderen, dat we een goede gids zijn, ja. Ben jij het bewijs dat je van zomaar bloggen ook echt een nieuwsredacteur kan worden? Ik hoop het. Dat laat ik aan jou over. Ja. Er ligt wel een flinke druk op jou 2010. Ga je nieuwe dingen doen met NRC Next? Ja, we gaan meer signatuuronderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld privacy, nieuwe media. Daar gaan we meer over schrijven, dat we meer signatuur krijgen. Ja. Ga je microbloggen zoals Twitter meer integreren? Ja, we praten nu al heel veel terug. Via Twitter en dat blijven we ook doen. En wat we ook doen als we artikel schrijven over een bepaald iemand. We willen bijvoorbeeld mensen hebben met een carrière switch, vragen toch op Twitter. Die mensen reageren en interviewen ze. Dat doen we, gaan we steeds meer doen. Wat zou je nou je concurrent willen adviseren? Nou ja, die meeste concurrenten zijn gewoon heel goed bezig. Ik heb ook enorm veel bewondering voor Geen Stijl en voor Elsevier. En ik zou zeggen, blijf het serieus nemen. Blijf aan je vakcollega's vertellen hoe belangrijk het is. Dankjewel, Ernst-Jan. Dankjewel, Patrick. Dames en heren, nog één groot applaus voor NRC Next. Beste mensen van de